voor hem, linksachter. En daardoor schiet hij eraf, komt hard in aanraking met de bandenstapels. Later zou blijken dat er een putdekseltje losgeschoten was. Barrichello had daardoor ook een lekker band. En Damon Hill kreeg van de organisatie een dagwaarde voor Pedro Diniz. Hij verliest zijn voorvleugel. Hij gaat kapot op de vedelchicane en op het rechte stuk breekt die vleugel af. Dat ziet er dan zo uit. En dan zie je meteen wat een enorme luchtweerstand die spulletjes hebben. Vullen. Oh, eentje over zijn dak. Vol over zijn dak. Ondersteboven. Dat is Alesi, denk ik. En er is ook een Jordan bij betrokken. Dit zijn slechte beelden. Er zullen veel Nederlanders denken aan het Formule 3 ongeval wat Wouter van Ewijk gekregen heeft. Op dezelfde positie, op hetzelfde punt. Er is beweging, dat is duidelijk. De doktoren zijn erbij. En ik denk dat we voor nog een herstart gaan. Daar is Wurts. Hij is er dus ook bij betrokken. Safety car erbij. Dat is duidelijk. Die auto moet terug. Die doktoren geven aan dat die auto door moet. Rechts in beeld. Die dokter, die bepaalt dat. Safety car eruit. Niet vloeiend is. Neck brace wordt erbij gehaald voor Pedro Paolo Diniz. Zeker, men kijkt. Daar de wagen van Damon Hill. Einde wedstrijd. Door die safety car is het einde wedstrijd. Er is nu driftig contact tussen de wedstrijdleiding, de mensen in de safety car en doktoren ter plaatse. Het feit dat ze de wedstrijd niet stilleggen geeft een eerste indicatie dat men wel bezig is, maar dat er niet grote paniek is. Stoel en al wordt, met stoel en al, wordt Diniz er nu uitgehaald. Hier een herhaling van de... Daar gebeurt het. Ter hoogte van het Shell-logo nu. Die duiken naar buiten. Damon Hill valt gewoon stil daar. Wurts rijdt er tegenaan en die ramt tegen het achterwiel van Pedro Diniz. Die auto rolt ondersteboven het gras in. Dreigt dan op vier wielen te komen, maar valt weer terug. Het probleem lag dus bij Damon Hill. Let op, in het midden van uw beeld. Die stuurt in, die valt stil. En dan rijdt Wurts er tegenaan. Links in beeld gebeurt het allemaal. Helemaal links in beeld. 1, 2. Hier is het al gedaan. Bammes. En daar rolt de auto van Pedro Diniz. En die rolbar die helpt wel. Maar niet zo lang. Want op het moment gaat hij toch ingraven. Hier gezien vanuit de wagen van Wurts. Let op, rechts in beeld. Daar raakt hij zo direct de wagen van Diniz. Bam. En daar ziet hij het. Wurts in het gras. Zanardi kan het net ontwijken. Duimpjes omhoog, wijst. En dat is altijd goed nieuws. Als dit soort dingen niet gebeuren op de wagen van Pedro Diniz. En zie ik daar weer. Ja. What happened on the first corner? Wurts bij al. Cars. I tried to avoid to crash into the pack, but then there was a sudden Nürburgring. Diniz seems to be all right. He's out of the car. You were looking good for the race. Yeah, we're looking quite good, but if it happens in the first corner, then we can't say about the race. Okay, thank you very much. Hij zegt, ja, ik moest gewoon uitwijken, omdat Damon Hill stil viel. Eigenlijk precies wat we op tv ook al zien. En op dat moment... Motions, daar lopen dan toch even de rilling over de rug, is dat je ziet dat ook hier, gelijk aan het Formule 3 ongeval, wat er met de Nederlander Wouter van Ewijk gebeurd is, op deze vrijwel dezezelfde plek, is dat ook Ben is van de Sauber. Op het moment dat hij de tweede maal horizontaal de grond gaat raken. Hier pakt die rolbar die klap op. Wammes. Hier is hij stuk. Dan komt hij nog een keer. Hier breekt hij af. En gaat de auto compleet tot op de grond. Hier kun je zien dat hij weg is. Hier is hij al weg. En helaas valt hij hier nog een keer terug. Ondersteboven die rolbar pakt daar de eerste klap. Hier doet de structuur zijn werk. Dan hier is hij beschadigd. En is het niets anders dan een soort papier. En heeft hier een 20 miljoen dollar om daar te komen werken. En daar probeert Irvine het weer. En weer lukt het niet. Wow, Fisichella gaat eraf. Nu wel. Nu wel. Ja. Irvine dwingt Fisichella in een fout. Absoluut mooi gedaan. Heel goed. En Fisichella reten koelt hard. Als Schumacher daar zit. Die kent de baan hier goed. Maakt gebruik van de baankennis. Maar kijk daar het vermogen van de Mercedes ten opzichte van de Supertech. Nog niet heel hard regent. Achterop regent het. Ik heb nieuws voor u. Wij zitten op start-finish. Hier is het droog. Weer aan de binnenkant, weer op hetzelfde punt en nu wel. Coulthard moet oppassen. Ralf Schumacher heeft niks te verliezen.
En Coulthard pakt de buitenlijn. Kijk, hier accelereren ze door. Hier zie je geen spray, hier is het droog. Ze gaan dus ook niet naar binnen. Heel dichterbij. Ralf Schumacher durft hij later. Oh, dat is laat. Later. Oh. Vlak aan de staart van Mika Hakkinen, maar hij is er wel voor. Hier is het niet droog. Hakkinen gaat naar binnen en dat kost hem. Dat moet hij niet doen. Als we naar de lucht kijken is er nog steeds wel wat water. Er is blauwe lucht. Hakkinen vanuit de top als eerste op. Kijk, linksachter. Rechtsachter. Hé? Oh dear. Er is geen band voor rechtsachter. Mijn god. Ze staan te kijken, handen over elkaar. Wat nu? Er is geen band voor Eddie Irvine rechtsachter. Dan komt er ineens een wiel. Het zijn slicks. Voorop zitten slicks. Wat moet ik nou? Zet hem er maar op. Dames en heren, het wereldkampioenschap van de heer Eddie Irvine verzuipt hier op de Nürburgring. Staat 28 seconden stil. Want wat moet je dan nu naar binnen als er geen regenbanden voor je komen? Volgende regenbui! Je lult niet meer! Er zat nog water in de lucht en Hakkinen krijgt hier zo direct een ronde aan de broek. Sterker nog, Hakkinen krijgt nu een ronde aan zijn broek. Einde van het rechterstuk daar waar ook Heinz-Harald Frentzen er al geweest is. En dus komt hij niet dichterbij in de stand om het wereldkampioenschap. Etelijk hard eraf, niet aan het einde van het rechterstuk dus. Coulthard probeert hier de auto te houden. Komt dan op het gras terecht en glijdt door. En het vierde wagen al af laten slaan. En het, hij rolt. Oeh, die auto gaat nog ver hoor. Op dat gras is er weinig stoppen aan. Rijdt Fisichella nog door, ja. Hij weet hem uit de banden te houden. En gaat Herbert hier dan naar? Voor die tijd nemen we nog... Oh, die schiet eraf. Oh, Takaji Blem. In de banden die goed hun werk doen. Dan breekt er toch weer een voorwiel af. Iets wat dus volgens de letter van de wet niet zou mogen. Nou gaat dat wiel toch geen eigen leven leiden, mag ik hopen. Het schudt nee, maar het begint wel de baan over te rollen en meer snelheid te krijgen. Dat wiel krijgt steeds meer snelheid, want het loopt er daar naar beneden. Nu gaat het gelukkig iets rechtsaf. Ja. Compleet losgebroken van de wielnaaf. En Takagi spint eraf. Goed, zoals ik u riep, we gaan er nog een keer tussenuit. Hier dat moment met Torunosuke Takagi. Fisichella leidt. Johnny Herbert is tweede. Ralf Schumacher is derde. De WK-aspiraties van Coulthard Frentzen hebben een deuk gehad. De WK-aspiraties van Irvine en Hakkinen krijgen die deuk nog steeds. Want zij rijden buiten de punten. Vraag te pakken. Het is Ralf Schumacher die ietsjes harder uitaccelereert. Maar hij rijdt met zijn droogweerbanden op het natte deel. En Herbert rijdt met zijn regenbanden op het droge deel. Dan wordt remmen toch wel een heel verhaal. En even naast de baan zojuist. En de leider is er ook weer af. Dit is dus leider nummer 3 die de ginbak ingaat. En weer is de leiding voor Ralf Schumacher. Fisichella ging wijd in de Dunlop keren. Toen wist hij hem op de baan te halen. Deze op de Nürburgring. De Grand Prix van Europa. Ja. Oh, je is zo'n Italiaan, jongen. Ik vind dat toch gaaf. Vertwijfeling. Ja, daardoor. Door iets nadeligs gereden heeft een lekker rechter achterband. Ralf Schumacher heeft een hele lekker rechter achterband. En dan is het Formule 1. En Ralf Schumacher gaat eraf. De volgende leider in de wedstrijd schiet eraf. Wat gaat hier gebeuren? Het gekke huis Formule 1 is losgeslagen. Maar hij houdt hem. Gaat hij de pits halen met die auto? Gaat Ralf Schumacher hier Wibbeldy-Wabski de pits halen? En wie leidt nog een keer naar binnen? Oh nee, hij haalt het niet. Luca Badoer gaat uitvallen. En dat is in het voordeel van Irvine die nu 7e ligt. En Hakkinen die 8e ligt. En gaan die twee dan toch nog punten krijgen met mazzel. 12.004 heeft nu 27 seconden achterstand op Barrichello. En dat wordt lastig. De volgende Italiaan baalt. Hetzelfde als Mika Hakkinen. In tranen uitgebarsten. Deze Luca Badoer. Het is begrijpelijk waarom. Niet omdat het Badoer is. Deze man rijdt zich het licht uit de auto. Krijgt alle shit over zich heen van Ferrari. Waar die testrijder is. Mag daarvan niets vertellen. Kijk, de motor ploft. Mag daarvan niets vertellen bij Minardi. Dat staat in zijn contract. Weet dus soms wel hoe hij die auto sneller moet krijgen, maar kan er niks meer vertellen. Heeft dan hier de mazzel en ziet letterlijk en figuurlijk die punten in de rook opgaan. Ah nee! Villeneuve valt nog stil vanaf de 5e plaats. Ik roep het net, dat ding haalt het niet altijd. En nu heeft Eddie Irvine 1 punt en Marc Genet 2. En nu wordt het interessant voor Hakkinen, want nu kan hij een do-or-die poging doen. En dan komt hij.